Ik heb mijn computer erbij gepakt, want dus dan loop ik elke keer langs en dan denk ik, oh, ik moet echt uitvissen hoe die werkt. En we gaan nu even naar de Gamma, ik moet iets halen. Maar dat is, Ik kan mijn oren dicht doen, dan kan je het vertellen. Nee, ik ga het morgen laten zien. Ik ben gezellig met, ik wil tromgeroffel. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga mijn schoen uitpakken. Het lijkt heel donker, maar een cadeautje. Oeh, ik denk dat ik weet wat ik krijg. Oeh, volgens mij krijg ik weer zo'n nieuwe ding om te maken. Daar ga ik snel naar kijken nu. Deze. Nee, deze had ik nog niet. Ik heb weer zo'n nieuwe brain puzzle. Oh, kom maar eens kijken. Wat zijn mijn schoentjes in? Alles gekregen van die beste. Ik krijg hem echt niet open. Goedemorgen. Zelfs al buiten, die is onze fiets aan het klaarzetten. Wij gaan richting school. Wij zijn gezellig op de fiets. Het lukt zo vaak niet dat Sarah kan fietsen. Maar vandaag wel. Nee, maar dat uitkomt, Mop. Vandaag komt het uit. Sarah's op school. Oh. Het is echt raar weer. Het is koud en tegelijkertijd niet. Het voelt vooral heel koud. Dus ik heb mijn jas niet open. Nou. Ik heb een van die haakjes die draait elke keer weg. Zo. Zo stom. Ik pak echt te vaak deze jas. Maar dat komt omdat deze jas gewoon op de fiets ook heel fijn is. Sommige jassen, als ik gewoon loop of zo, dan is het prima. Alleen als ik dan ga fietsen, dan tocht het heel erg. En dat heb ik in deze niet. Maar ik vind die andere jassen ook allemaal zo leuk. Maar daardoor is het een beetje een soort gewenning geworden dat ik deze heel vaak pak. Dus dat moet ik een beetje afleren. Even lekker thee zetten, heb ik zo'n trek in. En ik had vanochtend wel wat druiven allemaal gegeten. Maar ik heb zo'n honger nu. Ik ga rijstsalade met pindakaas maken. Daar heb ik echt trek in. Ik heb mijn computer erbij gepakt. Want ik doe altijd heel netjes mijn foto's allemaal backuppen. Alleen liep ik pas tegen problemen aan dat ik USB's had waar het fout mee ging. En ik doe het altijd in tweevoud. Maar deze sticks werken dus niet. Echt heel vervelend. Dan lig ik gelijk altijd opeens weer even stil. Omdat het dan niet gaat zoals ik wil. Dus ik heb nu andere binnengekregen. Dat zijn deze. Maar ik had een gedeelte die ik toen had gekocht, die sticks. Ik had een gedeelte op sticks die ik de vorige keer had gekocht gezet. Dus die moet ik nu eerst even allemaal op mijn computer weer zetten. Kijken dat alles weer klopt. En dan ga ik het op de nieuwe zetten. Alleen de nieuwe die ik heb gekocht is 64 gig. En die ik had was 128 gig. Dus ik ga niet alles kunnen doen. Maar goed, al kan ik een beetje erop zetten. Want mijn computer loopt nu echt wel vol met vloggen, die bestanden. Het gaat allemaal zo snel. En dan moet ik zeggen, dit soort filmpjes, als het verwerkt is, wist ik dat wel allemaal. Maar je maakt ook hele leuke filmpjes, gewoon meer dan normaal, van je kind en zo. Die bewaar ik allemaal wel. En ik maak heel veel foto's.
Dus mijn computer loopt zo snel vol. Dus ik moet dit echt gewoon regelmatig doen. Sarah heeft vanochtend weer zo'n metalen puzzel gekregen. Deze heeft ze van Sinterklaas gekregen. Maar echt, dan zie ik hem liggen. Dat ding roept me. Niet normaal. Dus dan loop ik elke keer langs en dan denk ik, oh, ik moet echt uitvissen hoe die werkt. Want ik kan het weer niet hebben. Ik moet hem echt loskrijgen. En vaak dan ben je de hele tijd aan het kloten ermee. En op het moment dat je hem door hebt, dan heb je hem ook door. Ik had hem net wel van het ene oog naar het andere. Maar moet lijkt mij ook af kunnen. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Het is zo stom. En die andere konden we natuurlijk allemaal. Kunnen we nog steeds allemaal. Deze loopt trouwens zo. Dus deze is wel anders dan die andere. Hij heeft twee oogjes namelijk. En dan zo'n lusje. Maar goed, hoe gaan we dit doen? Oh kijk, ik heb hem nou wel een middenstuk gekregen. Kijk, nu zit hij dus wel in het midden. Je schuift hem daar dus ook niet zomaar tussen. Het lijkt me dat hij er ook af moet kunnen. Of misschien moet je met deze gewoon van de een op de ander kunnen zetten. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik ga eens kijken op de verpakking of dat erop staat. Maar volgens mij heeft Sarah die al weggedaan. Ik heb geen wijsheid van mijn verpakking af kunnen halen. Ik moest toch even snel dingetjes doen. En zij heeft een korte dag op school, dus ik mag het al op gaan halen. Sleutel. Fietssleutel is ook wel handig. Mijn telefoon. Ik neem geen tas mee. Als ik alleen heen en weer fiets, probeer ik echt alleen een paar dingetjes in mijn jaszakken te doen en verder niks. Sarah is uit school en heeft net geluncht. En we gaan even naar de Gamma. Ik moet iets halen. Maar dat is. Ja, ik kan mijn oren dicht doen, dan kan je het vertellen. Nee, ik ga het morgen laten zien. Jij wil gewoon dat ik het stiekem, dat je het stiekem kan horen. Nee, ik hoor het niet. Maar ik ga het gewoon niet vertellen. Ik ga het morgen doen. In ieder geval, dat hoop ik. Dat is de planning om het morgen te gaan maken. Maar ze is heel nieuwsgierig. Maar ik wil het gewoon nog niet vertellen. Ik wil dat maar wat voor dingetjes ga je ervoor gebruiken? Ik moet nu een houten plaat hebben. Een houten balk. Ik weet wat jij gaat maken. Wat dan? Wat ga je nog meer kopen? Nee, dat was het. Maar wat ga je er allemaal voor gebruiken? Of een houten balk? Ga ik niet zeggen. Nee, echt vertellen. Nee! Echt. Maar ik hoop dat ik iets vind, want ik heb wel hele specifieke eisen. En dan moet het dus wel aan voldoen. Dus ik ga echt hopen dat dat lukt. Want anders dan lukt het nog niet. Lekker geheimzinnig zo. Lekker cryptisch. Maar ik vind het leuker om het... Hoeveel houten balken heb je nodig? Eén. Je bent nieuwsgierig, hè? Nou, ik wil het gewoon weten dat ik het niet leuk vind om het geheim te houden. Ik vind het leuker als je het ziet als het gelukt is. Misschien lukt het me helemaal niet eens. Maar het is iets wat ik wel al lang wil doen. En nu heb ik echt zoiets, ik moet nu gewoon een keer gaan halen dat ik het ook kan doen. Mag doen, hè? Ik ga mama stiekem Ik heb de plank gehaald en morgen ga ik laten zien, in ieder geval hoop dat het morgen lukt. Oh, ik denk ik pak even mijn computer en dan ga ik nog even verder met backuppen. En misschien vast even de edit klaarzetten, want vanavond heb ik spelletjesavond en dan niet heel veel tijd om te editen. Maar als ze dan weggaan en ik heb nog tijd en het staat klaar, dan kan ik hem in ieder geval editen en dan komt het renderen morgen wel. Maar ja, dan moet hij wel klaarstaan, want vaak heb ik dan echt nog maar 20 minuutjes of zo om even wat te doen. Het is tijd om te gaan koken en we gaan lekker pannenkoeken eten. Ik hou echt van pannenkoeken, maar wel spekpannenkoeken. Dat zijn de allerlekkerste.
Deze heb ik natuurlijk een tijd geleden gekocht. Echt een grote pan. En die vind ik echt ideaal. Daar ben ik echt heel blij mee. Ze draaien gewoon heel makkelijk zo. Ik ben gezellig met... Ik wil tromgeroffel. Kelly en Orlando! Daar was je. Miste je. Nou, iedereen weet natuurlijk dat Natas twee konijnen heeft. Bodhi en Sarah. Nee, je hebt er twee. Ja, Sarah. Natas heeft er niet twee, Sarah heeft er twee. Snap je, hè? Kut. Dank je nou. Hey. Nee, tut, zeggen wij hier. Tut. Oké, zoals jullie allemaal weten heeft Sarah twee konijntjes. Bodhi en Sarah. En kijk eens wie we hier gevonden hebben. Nou, dit is Sarah's gezicht wanneer die Natas ziet. Nou, ze kijkt heel blij. Heeft hij opgeoefend? Voor de spiegel, weet je wel? Ja. Mochten mensen het afvragen, dit is niet mijn familie. Nee, je hoort er wel heel lang bij. Je hele leven, dus... Maar mijn jeans komen niet verder. Ja, geef je jeans maar de schuld. Nee, hij staat op knap. Maar is dit wat je gaat doen als het niet lukt? Ja. Het was een zeer geslaagd spelletjesavond. Het was echt heel leuk. Dat eerste spel, ik ben vergeten hoe het heet, maar dat was echt grappig. En nu is het tijd om te gaan slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren morgen. Dan zie ik je morgen weer. En morgen krijg ik als het goed is iets heel leuks. En ik kan echt niet wachten. Doei doei!